Gisteren liep ik toch best wel snel, dacht ik. Het duurde even voordat we weg waren. We gingen weg om 5:05, 4:12. Ik heb voorgesteld, zullen we voor 12:00 weggaan? Dan heb jij gezegd oké. En dan de volgende stap is dat je zit te traineren, zodat we dat niet halen. Ik was alleen maar bezig met het zo te krijgen dat ik goed zou lopen. Een tapeje hier en een vetertje daar en een schoentje zus. We waren allebei bezig met dat weggaan. Ik vind bezig zijn met gewoon slap. Maar wat maakt het uit? De formule hiervoor is dus, ik erger me weer eens en dan kom jij met excuses. Terwijl wat ik graag zou willen is, zullen we voor 12:00 weggaan? Of jij zegt, oké, en dan ben je ook voor 12:00 klaar. Of je zegt, nee, want ik heb meer tijd nodig. Jij doet een soort van C, je zegt oké, maar je bent niet klaar. Het is niet zo dat ik pas om 11:45 klaar ben of zo. Ik ben als het ware klaar. Word ik een soort tijdtemmer. Ik moet gewoon zorgen dat die tijd en jij tegelijkertijd bij 12:00 uitkomen. Je kunt het toch ook laten? Word jij dan de tijdtemmer? Dan denk ik dat we om 11:45 weggaan.